De Wens der Eeuwen, hoofdstuk 2. Het uitverkoren volk. Meer dan 1000 jaar hadden de Joodse volk op de komst van de heiland gewacht. Hierop hadden zij al hun hoop gevestigd. In liederen en profetieën, in tempeldiensten en huisgodsdiensten vormden zij naam het middelpunt. Toch kenden zij hem niet toen hij kwam. De beminde van de hemel was voor hen als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister. En zij vonden in hem geen schoonheid, dat zij hem zouden hebben begeerd. Hij kwam tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Toch had God Israël uitverkoren. Hij had hen geroepen om de kennis van zijn wet onder de mensen levend te houden. Alsmede de symbolen en profetieën die op de heiland wezen. Hij wilde dat ze bronnen van zaligheid voor de wereld zouden zijn. Wat Abraham was in het land der vreemdelingschap. Wat Jozef was in Egypte. En Daniel aan het hof te Babel. Moest het Hebreeuwse volk zijn onder de volkeren. Zij moesten God aan de mensen bekendmaken. Toen God Abraham riep, had hij gezegd: "Ik zal u zegenen. En gij zult tot een zegen zijn. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden." Deze boodschap werd door de profeten herhaald. Zelfs toen Israël was uitgedund door oorlogen en ballingschap, gold voor hen de belofte: "Het overblijfsel van Jacob zal te midden van vele volken zijn als de dauw van de Heere, als regenstromen op het groene kruid, dat niet wacht op de mens, noch mensenkinderen verbijt." Over de tempel te Jeruzalem had de Heere door Jesaja verklaard: "Mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken." Maar de Israëlieten vestigden hun hoop op aardse grootheid. Van de tijd hunner aankomst in het land Kanaan af vergaten zij Gods geboden en volgden de gewoonte der heidenen. Tevergeefs zond God hun waarschuwingen door zijn profeten. Tevergeefs werden zij gekastijd door heidense onderdrukking. Elke hervorming werd gevolgd door nog grotere afval. Als Israël aan God was trouw gebleven, zou hij zijn doel bereikt hebben door hen te vereffen en te eren. Als zij gehoorzaam waren geweest, zou hij hen hebben verheven tot een lof, een naam en een sieraad boven alle volken die hij geschapen had. Mozes had gezegd: "Dan zullen alle volken der aarde zien dat de naam des Heeren over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u vrezen." De volken zullen bij het horen van al deze inzettingen zeggen: "Waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie." Maar omdat zij ontrouw waren, kon God zijn plan alleen door tegenspoed en vernedering ten uitvoer brengen. Zij werden aan Babylon onderworpen en in de landen der heidenen verstrooid. Onder tegenspoed vernieuwden zij hun trouw aan zijn verbond. Terwijl ze hun harpen aan de wilgen hingen en treurden over de heilige tempel die verwoest was, straalde het licht der waarheid door hen uit en de kennis van God werd verbreid onder de volken. De heidense offerstelsels waren een verdraaiing van het stelsel dat door God was aangewezen. Een menige oprechte heidense aanbidder leerde van de Hebreeën de betekenis van de dienst, die door God was ingesteld, en legde in geloof beslag op de belofte van een verlosser. Veel ballingen werden vervolgd. Menig een verloor het leven omdat hij weigerde de Sabbat te overtreden en heidense feesten mee te vieren. Wanneer afgodendieners erop uit waren de waarheid te vernietigen, bracht de Heere zijn dienstknechten voor koningen en heersers, zodat zij en hun volk licht zouden kunnen ontvangen. Telkens weer moesten de grootste vorsten het oppergezag verkondigen van de God die door hun Hebreeuwse gevangenen werd gediend. Door de Babylonische ballingschap werden de Israëlieten afdoende genezen van de aanbidding van gesneden beelden. In de volgende eeuwen werden zij verdrukt door heidense volken, tot zij de vaste overtuiging kregen dat hun voorspoed afhankelijk was van hun gehoorzaamheid aan Gods wet. Veel mensen gehoorzaamden echter niet uit liefde. Ze werden door zelfzucht gedreven. Zij dienden God uiterlijk
om daardoor nationale grootheid te bereiken. Ze werden niet het licht der wereld, maar ze zonderden zich af van de wereld om te ontkomen aan de verleiding der afgoden en weer te gaan dienen. Door zijn aanwijzingen aan Mozes had God beperkingen gelegd in hun omgang met afgodendienaars. Maar deze gedachte was op onjuiste wijze verklaard. God bedoelde dat zij de heidense gebruiken niet zouden overnemen. Maar deze aanwijzingen werden gebruikt om een scheidsmuur op te richten tussen Israël en andere volken. De Joden beschouwden Jeruzalem als hun hemel en in feite waren zij afgunstig uit vrees dat de Heere barmhartig zou zijn voor de heidenen. Na de terugkeer uit Babel werd veel aandacht geschonken aan het godsdienstonderricht. In heel het land werden synagogen gebouwd waar de wet door de priesters en de schriftgeleerden werd verklaard. Er werden scholen gesticht, waar naast de basisvakken ook de beginselen van gerechtigheid werden onderricht. Maar deze instellingen werden verdorven. Tijdens de ballingschap hadden vele heidense gewoonten en gebruiken overgenomen, die hun godsdienstig leven waren verweven. In menig opzicht werden zij gelijk aan de gebruiken van afgodendienaars. Naarmate de Joden van God afdwaalden, verloren zij in grote mate de betekenis van de offerdiensten uit het oog. Die diensten waren door Christus zelf ingesteld. Elk onderdeel ervan wees op hem. En de dienst was vol leven en geestelijke schoonheid. Maar de Joden verloren het geestelijk leven uit deze diensten en klemden zich vast aan dode vormendienst. Ze vertrouwden op de offeranden en diensten in plaats van te vertrouwen op hem naar wie deze wezen. Om de plaats van deze verloren dingen op te vullen, stelden de priesters en rabbies tal van inzettingen in. En hoe strikter zij werden, des te minder werd Gods liefde gezien. Zij bepaalden hun heiligheid naar de mate van de veelheid van hun vormendiensten, terwijl hun harten vol hoogmoed en huichelarij waren. Met al hun veelomvattende en bezwarende inzettingen was het een onmogelijkheid de wet te houden. Zij die God wilden dienen en probeerden zich te houden aan de voorschriften van de rabbies, gingen onder zware lasten gebukt. Hun verontrust geweten bleef aan hen aanklagen. Zo werkte Satan om het volk moedeloos te maken, hun voorstelling van Gods karakter omlaag te halen en het geloof van Israël in diskrediet te brengen. Hij hoopte de bewering die hij in de hemel had geuit toen hij in opstand kwam, waar te maken, namelijk dat Gods eisen onrechtvaardig waren en niet gehoorzaamd konden worden. Zelfs Israël hield de wet niet, zei hij. Hoewel de Joden naar de komst van de Messias uitzagen, hadden zij geen juiste voorstelling van zijn zending. Zij zochten geen bevrijding van de zonde, maar bevrijding van de Romeinen. Zij zagen uit naar de Messias als overwinnaar om de macht van de onderdrukker te breken en Israël de wereldheerschappij te verschaffen. Op deze wijze werd voor hen de weg bereid om de heiland te verwerpen. Ten tijde van de geboorte van Christus ergerde het volk zich aan de heerschappij van zijn vreemde meesters en werd het verscheurd door inwendige strijd. Men had de Joden toegestaan een vorm van eigen bestuur te handhaven. Maar niets kon het feit verbergen dat zij gebukt gingen onder het juk van de Romeinen. Niets kon hen verzoenen met de beperkingen die aan hun macht waren gesteld. De Romeinen eisten het recht om de hoge priester aan te stellen of af te zetten. En dit ambt werd vaak verkregen door bedrog, omkoperij of zelfs moord. Op deze wijze werd het priesterschap steeds verdorvener. Toch bezaten de priesters nog grote macht. En zij gebruikten deze voor zelfzuchtige en baatzuchtige doeleinden. Het volk was overgeleverd aan hun genadeloze eisen en moest ook aan de Romeinen zware belastingen opbrengen. Deze gang van zaken veroorzaakte alom ontevredenheid. Oproer onder het volk kwam veelvuldig voor. Hebzucht en geweld, wantrouwen en geestelijke onverschilligheid verteerden het hart van het volk. Haat jegens de Romeinen en nationale en geestelijke trots brachten de Joden ertoe fanatiek vast te houden aan hun godsdienstvormen. De priesters probeerden een naam van heiligheid hoog te houden door stipt de vormen van de godsdienst waar te nemen.
Het volk verlangde in zijn duisternis en onderdrukking naar de komst van hem, die hun vijanden zou vernietigen en het koninkrijk in Israël zou herstellen. Hetzelfde verlangden de oversten in hun dorst naar macht. Zij hadden de profetieën bestudeerd, maar misten het geestelijk inzicht. Daardoor zagen zij die schriftgedeelten over het hoofd, die wezen naar de vernedering van Christus bij zijn eerste komst. En pasten zij de uitspraken over zijn wederkomst in heerlijkheid op onjuiste wijze toe. Trots verduisterde hun inzicht. Zij verklaarden de profetie overeenkomstig hun zelfzuchtig verlangen.